We zitten hier in een van onze nieuwste cities, DC Brooidenborg in Hoboken. Het ziet er allemaal heel, heel mooi uit, maar het had wel eens helemaal anders kunnen zijn. Voilà, hier is het allemaal begonnen in dit meterlokaal, waarschijnlijk door een kortsluiting. Het ziet er nu goed uit, maar het zag er 22 september 's nachts en 's avonds wel wat anders uit. Waarom is het allemaal zo goed gebleven? Dankzij onze detectoren, al onze brandweerende middelen die in alle cities aanwezig zijn, die ervoor hebben gezorgd dat de impact beperkt is gebleven. En het is op die manier dat we eigenlijk de brand hebben kunnen beperken en dat er gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. Er is een heel actieplan in werking getreden dankzij onze brandcentrale die via de centrale meldkamer de brandweer heeft verwittigd. Die waren snel ter plaatse. Na de brandweer kwam onze security manager hier langs. Die moest constateren wat er allemaal aan de hand was. Die heeft de regio-directeur gebeld, Johan de Munk gebeld, om samen te bekijken wat er allemaal aan de hand is en wat er kan gebeuren. In dit geval waren er 17 flats zonder elektriciteit, wat onveilig is, want er zijn geen alarmen meer dan. Dus die mensen konden hier jammer genoeg niet blijven. Maar wij hebben dan samen met alle verantwoordelijken en de directeur bekeken van waar kunnen we de mensen naartoe brengen. En twee dagen later hebben we dan ook nog noodgeneratoren gekregen om terug elektriciteit in die flats te krijgen en konden de mensen op een leuke en fijne manier terugkomen. Wat er hier gebeurd is, heeft ons helemaal niet van de wijs gebracht. Wij zijn hier gelukkig heel goed op voorbereid. Ten eerste hangt er overal een noodplan uit. Twee, beschikken we over zeer goed opgeleide collega's. En tot slot, er is steeds een security manager van wacht, 24/7, en kan een crisiscel geactiveerd worden. Samen kunnen we zulke problemen aan. Ook jij als medewerker kan je steentje ertoe bijdragen dat de veiligheid van onze bewoners en jouw collega's gegarandeerd is. Dit kan je doen door één keer per jaar de opleiding kleine brandblusmiddelen en EHBO te volgen. Ook jouw leidinggevende kan zijn steentje ertoe bijdragen door het noodplan door en door te kennen en vooral te weten hoe het te activeren. En tot slot zal de welzijnscel op alle plekken zeer regelmatig controleren of dat wij voorbereid zijn op zulke rampen. Heb jij de opleiding kleine blusmiddelen en EHBO nog niet gevolgd? Ga dan naar je smartphone, naar het medewerkersportaal en schrijf je in.